inademen, ja. Door de neus en dan raak je het. U heeft nu 3 keer de rise and fall meegemaakt, dit is de 3e keer. Is het elke keer hetzelfde patroon? Zit het in de genen? Er zit een grote constante in het verloop van D66 in de geschiedenis. Ik heb het wel eens vergeleken met de vlucht van de kwikstaart. Ja, zo. En nu zijn we weer zo naar deze omhoog. Is dat door de positie die ze innemen of is dat door de organisatie, de structuur van de organisatie? Of dat nee. Gewoon de redelijke mens in de politiek, die moet nou eenmaal populair worden en minder populair? Ja, zoiets. Ik doe alles een beetje. Maar vooral het soort mensen. Het soort mensen dat... Dat is de voornaamste oorzaak. Nee. En die blijven hetzelfde, dat is het eigenlijk. Dat zie je wel, die zijn heel erg lang. Ja. Maar betekent dat dat D66 ook in tijden van crisis beter functioneert? Is het meer een partij voor in moeilijke tijden dan in makkelijke tijden? Nou ja, in makkelijke tijden moet iedereen oppassen dat hij over zijn succes heen struikelt. In moeilijke tijden ga je de berg op en dan moet je klimmen, kijk je uit waar je je vasthoudt. In makkelijke tijden ga je die... Dan lijkt het allemaal te gemakkelijk. Maar in goede tijden lijkt het alsof politiek ook irrelevant wordt. En in slechte tijden kijkt iedereen opeens weer van... Het is ook zo. Het zou me niets verbazen als dit... De trend van dat pro-Europa, dat volmondig ja tegen Europa... Dat ineens weer opnieuw door de burgers gezien gaat worden. Maar het is iets nieuws. Het is ook iets ouds, als je wilt. Het is iets wat terugkomt. Ik denk dat het... Het gaat ook wat Lieve Hofstad zei... En wat wij ook eigenlijk vinden, woord voor woord bijna. Dat gaat ook echt in tegen de sfeer van Partij van de Arbeid, CDA, VVD, Wilders, enzovoort. Allemaal hetzelfde, over één kam? Ja, over één kam. Allemaal. Hou me vast of ik bega een ongeluk. Zo... Europa kritisch, zo voorzichtig, zo eigenlijk nationalistisch. Ik bedoel, niet echt nationalistisch, want ze zullen het altijd ontkennen. Mm-hmm. Ik ben niet nationalistisch. Zeggen ze dan, ik ben patriotistisch. Of ik ben... En altijd over de identiteit, over de Nederlandse identiteit zeuren. Mm-hmm. Terwijl het leuke van Nederland was, als je wilt, tot de identiteit van Nederland behoorde... Dat Nederland het er nooit over had, net als de Fransen en de Duitsers. Wij vonden het heerlijk om onze identiteit op te geven. Nee. We waren niet bezorgd. Bovendien is identiteit iets wat anderen je geven, niet jezelf. Daarom is dat gezeur waar ik er zo ongelooflijk diep ziek van. Dat gezeur over die identiteit. Die hypocriet en ook nog naast een historische werkelijkheid... Ook filosofische kletskoek. Dat. Nou ja, misschien dat het een beetje door gaat komen. Nou ja, als een crisis is goed voor politiek. Een crisis kan goed zijn voor Europa als Europa ook acties neemt die ook werken. Dat is de vraag of Europa dat zal doen. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat je nu in de verkiezingscampagne duidelijk kunt maken... Dat we echt de boot totaal gaan missen als we niet Europees gaan denken. Mm-hmm. Totaal. En dat is het voordeel van slechte tijden, dat je iets duidelijk kunt maken. Mm-hmm. Aan de andere kant, u zegt, die politieke partijen die zijn heel erg nu tegen Europa. Maar het volk heeft zich in het referendum ook uitgesproken tegen de Europese grondwet. Ja, maar daar kan ik een heel lang verhaal over houden, over dat wat er toe gebeurt. De enige miskleun van mijn eigen partij is dat wij meegewerkt hebben aan het tot stand brengen van het referendum over Europa. En als je het nu zou houden, moet Europa sterk zijn om deze crisis te overgaan, dan heb je veel meer kans dat mensen er betrokken bij zijn. Het was meer onverschilligheid. Het was helemaal niet nee tegen Europa van de mensen. Het was nee van de politici die een trek hadden en die... Maar u heeft jarenlang... Het hele referendum idee deugde niet. Nee. Het is een phony referendum, dat is geen referendum.
niet zoals het bedoeld is. Maar u zegt het was nee, van, het was geen nee van de mensen, het was nee van de politici. Maar de politici waren juist voor. Dat was juist.